dat is een theatertraditie. Het is première, dus we hebben Toy 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 kaartjes. Tot stand eigenlijk? Nou, al improviserend, luisteren. Iemand zet iets op, een ideetje. En als het een leuk ideetje is, dan wordt het opgepakt. Als iemand denkt, nou, ik vind het wel een leuk ideetje, maar ik heb zelf ook een ander mooi idee erbij. Dan krijg je wat werelden die door elkaar lopen. En op een gegeven moment vindt het elkaar wel. En dan, ja, en dan gaan we weer iets anders doen. En wat hebben jullie nou vanochtend nog speciaal gedaan voordat jullie gingen spelen? Niets. Eigenlijk, we zijn hier net, ja, ik heb wel een beetje gedacht aan, we gaan lekker spelen met deze jongens. Maar de rest zien we op het podium. We proberen gewoon elkaar daar te ontmoeten. Dus... Ja, Harmen is daar makkelijker in dan ik, denk ik. Hij gaat gewoon zitten en zodra zijn kont die kruk raakt, dan staat hij aan. Ik heb altijd wat meer tijd nodig. Dus ik maak me altijd ontzettend druk van tevoren. En dat helpt wel om me te concentreren. Maar zodra we gaan spelen, is dat altijd meteen weg. Vanavond is onze première van Così fan tutte. Dus dat is een grote Mozart-opera. Je hoort de mensen al stemmen in de orkestbak. De laatste hand wordt nog gelegd aan het decor. De zangers worden geschminkt. En om 19:30 gaat het doek op. En dan staat er een volledige Mozart-opera. En is het een traditionele uitvoering of juist helemaal niet? Ik heb het idee dat door hoe we het doen, dat het heel dichtbij komt bij hoe het stuk misschien ooit bedoeld is. Want het is geschreven in een commedia dell'arte traditie. En bij ons begint het stuk in een clownsrealiteit. Dus je ziet hele groteske, verwonderde, naïeve wezens. En het begint eigenlijk met een clown die een gebroken hart heeft. En hij wil zelfmoord plegen. En hij wil zichzelf ophangen. Maar hij is een clown, dus dat mislukt op dramatisch clowneske wijze. En dan wordt hij zo boos dat hij zijn neus eraf haalt, zijn kostuum eraf haalt, zijn schmink van zijn gezicht haalt. En hij ontclownt zichzelf. Hij wordt een gevallen clown, een cynicus, een mens. En hij is degene die vier hele gelukkige jonge paren, jonge clownsparen in dit geval, die heel gelukkig zijn met elkaar in de liefde, die aan die twee mannen zeggen, die vrouwen die blijven hier nooit trouw, geloof me nou maar. En zij zeggen, ja, dag, dat geloven wij niet, onze vrouwen wel. Hij zegt, zullen we erop wedden? En dan zegt hij, weet je wat, jullie verkleden je als andere mannen en dan ga je wederzijds elkaars vrouw het hof proberen te maken. Dat lukt ook. En langzaam brokkelt hun ideale wereld af. En langzaam brokkelt ook onze clownsrealiteit af. Alles is akelig en grauw en reëel en vreselijk. En ik zie dat je daar mooie kaartjes in je hand hebt. Waar zijn die voor? Dat is een theatertraditie. Het is première, dus we hebben Toy 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 kaartjes. Dus iemand heeft dit helemaal zelf getekend. Ik weet niet precies waarom het een eend of een kip is, maar dat... En dan schrijft hij me iets liefs. Wanneer was jij voor de laatste keer ondersteboven? Oh, help. Dat is een hele goeie. Wanneer was ik voor de laatste keer ondersteboven? Ik denk toen ik voor de allereerste keer onze zes geweldige zangers samen hoorde zingen.
Toen dacht ik, maar dit kan gewoon bijna niet waar zijn. Dat ze allemaal zo goed zijn en dat ze zo goed bij elkaar passen. Wat is jouw rol precies in de opera? Wie ben je en wat ga je doen? Ik ben dus Dorabella en ik ben het zusje van Fiordilici. Door het verhaal heen word ik dus meer geïnteresseerd in Guglielmo, de andere man. Maar dan komt mijn man weer terug, waarmee ik dus eigenlijk getrouwd ben. Dus die komt terug. Dus dan heb ik een klein probleempje. Alle vrouwen zijn hetzelfde of niet? Ja, dat is de titel van de opera natuurlijk. Ja. Maar in het stuk wel. Of het ook in het echt zo is, weet ik niet. Maar... Laat het in het midden even zijn.